Dag vrienden van het Peter Stripverhaal. Bert Peper en de vriendige vlogger hebben voor jou zoals gewoonlijk een strip te bespreken. En deze keer een bijzondere strip omwille van een bijzondere gelegenheid. Want Kerstmis, met Kerstmis 2022 heb ik het eerste werk besproken van de nieuwe uitgave van Jackpot van Willem Ritstier en Mick Oosterveer, de kippenvel van André Wijntjes. En je weet wel, André Wijntjes die dat dus enorm veel doem is uitgevraagd voor de Nederlandse striptekenaars of stripverhalen. Maar er is ook al een tweede deel van verschenen. Ja, boek 2, Paniek in de Sahara. En wij hebben gegeven een hardcover, bestaat al een tijdje. En waarom wil ik die nou vandaag eens bespreken? In het kut, hè, want ik heb al veel verteld over Willem Ritstier en Mick Oosterveer. Omdat... En nou doen we vast, nummer 3, Noordkreet uit het verleden. En 4, het geheim van Gort. Ook zijn uitgegeven. In één snok. 20 euro voor een deel. Hardcover. En prachtig uitgegeven, moet ik eerlijk zeggen. Dus je kunt die bestellen bij een André. Je ziet dat, dat is in oplong, maar dat is in prachtig goed papier. Zwart-wit, zoals het hoort. Zoals het hoort. En je ziet dat boven Fred Raymond, dat staan ze. Van Rip Kirby, zijn leermeester noem ik dat van Mick Oosterveer. Zo'n beetje in die stijl getekend. Wel, dat hoort in het zwart-wit. Dat moet niet gekleurd worden. Dat is sowieso schoon. En goed, die tekeningen en die kleur, die, dat zwart en dat wit, dat gebruik daarvan. In het donker, met schaduwen, dat is schitterend. Geen betere dat kost als Mick Oosterveer. Wel, daarom wil ik die tweede boek van jou toch ook wel eens bespreken. Paniek in de Sahara. Toch nog één ding over de schravers. Willem Ritstier is nog altijd aan het schraven. Dat is een scenarist vooral scenarist. Schrijft nog heel veel. En die vroeger heel veel samen met Mick Oosterveer. Want dat is uit de jaren 90, hè, Jacques Pot. Hè. En Mick Oosterveer, ja, gelijk als Schelle waarschijnlijk wel weet, die man die is gestorven in 2011. He, dat is toch al wel een dingen geleden. En wat hebben die samen gedaan? Dat had ik vorige keer gezegd. Claudia Brucken, Ricky Sachs, Zodiac. Dat zijn zo van die verhalen dat ze samen gemokt hebben. En in 2009, was hij al dicht bij zijn dood. Van Mick Oosterveer, dan begon de Eppo-Eppo-vers. Zie je dat? De Eppo, waar ik vroeger alles van las. He, van Georgist en dan... Pep, dat is er nog fijn, dan Eppo en dan nog George en Chim, mocht nog hele Rimram wordt vervolgd, was dan ook nog. Maar nu is dat terug uitgekomen en het is zo een beetje een mieve echt voor kleine kinderen. Het is al voor de volwassenen, de grotere jeugd en voor de mensen die dat vroeger hebben lazen, gelijk als ik kijk. Is Eppo terug uitgekomen. En daar begonnen ze dan, 2009 eigenlijk al, met een nieuw stripverhaal, Mick Oosterveer en Willem Ritstier. En dat was Robson Inc. Ronson Inc. En dat was een western, een Hollandse western, natuurlijk niet in Holland dat er zich afspeelde, maar dat was zo wat gewaagder, wel geweld in. De koppen rollen dat gemakkelijk, maar niet alleen de koppen. Voor je nippen was dat redelijk gewaagd, hè, want vroeger was dat normaal niet zo. Kijk, je moet eens zien. Hè, dat is toch, ze zijn daar waren er al twee vrouwen vast, zo'n beetje eigenlijk als Bakkeland soms met rode zitten. Maar hé, nog, zei het, ik weet niet dat dat mag op de dingen. Hè. Ze zijn er niet op, ze zijn op een bloedlaaf. Dingen, Oosterveer en Ritstier. Dus dat was wel, die durven wel. Ook in Eppo, hè, durven die wel. Maar ze hebben daar nog wel wat breven van gehad. Hè, in die taart, dat is hier in 2010. Hè. Dat was het tweede verhaal. Ja, dat was niet van de post. Maar nee, goed, Eppo, en mijn gezegd, kijk mannen. We zijn ermee in de jaren stilletjes. Hè. Dus Jackpot, deel 2. Willem Ritstier, ja, die mocht nog altijd scenario's voor dingen. Hè. Wat doet hem na? Jeffrey Lander. Hij had hem ook geschreven. Hij is nog in Maxix gekomen, geloof ik. En dan ook Luther Hoge, dat is ook zo'n soort detective ding in een of ander stadje. Gaibai, dat was hem, vroeger had hem dat getekend, daar is natuurlijk mee begonnen, had hem daar ook nog een beetje gedaan. Allee. En onze vriend Willem Ritstier, dat had ik vlekje niet gezegd, hij had in 2017 de stripschapsprijs gewonnen. Dat is niet voor je allemaal weggeleid. En hij heeft ook nog een paar verhalen geschreven van Roel Dijkstra.
In de latere jaren, dat is een kind die, hè, Roel Dijkstra, hè? Dat is die van de voetbalist van in Holland, daar, hè? Tof, hè. Maar vandaag gaan we het hebben over Jackpot nummer 2. Nou, Jackpot speelt zich af rond de oorlog, hè? En de Tweede Wereldoorlog. En Jackpot, ja, de naam zegt het al, is eigenlijk een man die dat zo wat verslaafd, zal ik niet zeggen, maar hij gokt toch gare. En hij doet gare pokeren met de kaarten en dan weet ik vandaar Jackpot. Verstaan? En ze heeft ook gare de meskes. Dat was al in het eerste verhaal, hè, dat er maar meske gare zegt. Maar nou is dat een vesse zin in dat tweede. Dus je ziet dat hier, hè, de eerste blad. Maar hoe begint dat nou? Wel, dat spel dat begint als Jackpot aan het pokeren is. Dat? Of aan het kaarten alleszins. Dat liep wel slecht af. Hè. En hij wint, eerlijk, hè, hij wint. Maar die dat verleest, die, ik wil niet zeggen, verleest, die pakt zijn geweer en ik ga dat doodschieten, geef al mijn geld. Ja, geef dat geld terug. Ja, kan niet anders, hij wil daar ook niet verder op ingaan. Allee, hij geeft dat geld terug. En hij komt dus buiten, uit dat pokerhol, zal ik maar zeggen. En hij ziet daar een masker staan, zie je dat? Dat ze dat benijs, hè. Ja. En een grote commissie. En hij gaat dus in een taxi zitten. Ik kan niet het verhaal vertellen, ze moet geen schrik hebben. En die springt dat buis, zie je dat beneden? En die springt mee in een taxi. En zo begint dus het verhaal. Hè, dat madameke heet Joan Mas. En dat blijkt, eerst zei ze dat niet, hè, maar dat blijkt dan later toch een MI5. Spionnen te zijn, die dat dus werkt voor de geheime dienst van Groot-Brittannië. En wat moet ze doen? Ze moet in Noord-Afrika, zou er dus een soort van gestapo, een basis van de, een basis van de gestapo zijn opgericht. En zou moet dat dan gaan, dus gaan vernelen, of een plan bedenken om dat te gaan vernelen. En dat is dus in Noord-Frankrijk, in El Caramein. Ja. Natuurlijk, dat is maar een woord voor Jackpot. En die zei direct, kom eens, ik ga naar helpen. En zo komen ze dus al vlug in een wervelwind van avonturen. Ik zeg het, een wervelwind van avonturen. Zijn het getwienen tegen kolonel Groepen, een slechte kolonel van de Gestapo. Die dat duidelijk probeert natuurlijk dat te vangen. Ze komen zo in de Sahara terecht. In de Sahara. Later, wacht, ze ja, komt er nog, ja, natuurlijk, wat wilde. Hè, het is, deze, voilà. We zien, al een schone kus daarboven. Dat is ook altijd een checkpot, is dat zo. Dus, Amen naar Ginder. En ze komen daar in de Sahara bij een groep, ik zou niet zeggen Bedouinen, maar toch mensen die dat in de Sahara leven, in een kamp. En die vertellen dus dat de rest van hun mensen gevangen zijn genomen om te gaan werken in El Caramein. Ja, die pot en die journalist zeggen, dat is de momenten, die mensen kunnen ons helpen om dat spel te gaan ontmantelen en te gaan vernietigen. En dus moeten we hulp hebben uit die mensen dat daar in de woestijn wonen in tenten. Hè. Zie je dat? Ja, die wonen daar in tenten. Het is natuurlijk ook weer een of andere verrader. Nee, dat moet dus echt. En dan tegen die Dutsen, dat is die in het anders. Hè. Moord en doodslag, het is er allemaal bij. Ze komen dus daar terecht. Onze vriend Jackpot wordt ook nog eens gevangen genomen, ging er in dat kamp door de Dutsen. Die wordt dan gemarteld en gedaan. En op het einde komt misschien alles wel goed. Het is een tof einde, een plezant einde. Dat moet te maken met water en benzine, maar dat kan ik allemaal niet verklappen. Maar het einde, dat wil ik niet zeggen het einde, zie je. Daarachter komt nog een hele hoop uitleg over hoe dat dus later verschenen is en zo. Hè? Want dat is in de gazet verschenen. Enkele platen zijn hertekend, zei de uitgever. Ook de voorpagina's, zie je, van Evan El Caramein, want dat is eerst ook uitgegeven door Boomerang. En dan is het nog eens uitgegeven door BD. En dan heette dat Paniek in de Sahara, zoals het nou heette. Zie je? Maar, en nu komt de grote dingen. En dat wist ik niet, eerlijk gezegd. Dus die twee verhalen zijn al eens uitgegeven in 1995, door Boomerang. De Boomerang, kunnen we dat direct laten zien. En wat heeft de uitgever van André gedaan? Hij had dus die struiken van Boomerang van 1996, is boven de struiken gezet, zoals ze uitgegeven zijn in 2006. Dus dan spreek ik al over 10 jaar later, 11 jaar later, de
BD, een andere uitgeverij. En dan zei de dus, kom het eens zien. Wat merkte je zelf? Weet je goed? Hier van boven naar beneden. Beneden, boven. Ja. Ze zijn preutser geworden. He? Ze moeten die, ja, die, hoe moet ik het zeggen, die commissaris dat daar zo'n beetje meer bloot is, die moest meer bedekt worden daarbij. He? Dus dat zeiden ook in die printjes, he? Dat het dus wel, die zijn dus, ze zijn beneden, boven, zeiden het. Je ziet toch het verschil, hè? Niet pauze dat hoe verder, hoe meer dat we naar deze taart komen, hoe meer dat er mocht. Hè. Nee, nee, vroeger was dat meer. En je ziet het, 10 jaar later was dat. Allee, ja, ik wil maar zeggen, dat staat er allemaal in. Hoe dat, met verschillende voorbeelden, met ook hoe dat, dat dan in zo'n boek later in Boomerang. Hè, maar zo'n gruttertekeningen gemokt om die boek wat gedikker te maken. Allee, dat is allemaal schoon uitgeleid. De André Wijntjes in deze prachtige heruitgave van de Jackpots. Ik heb er nu al 2, de andere 2 zijn besteld. Want je kunt die dus volledig bij je inkragen. Hè. Ik vind dat geweldig. Hopelijk uit van de 1 en de 2 nog liggen voor de mensen die zeggen, oh, dat wil ik wel sparen. Want het is echt wel een heel tof avonturenverhaal. Daarna nog altijd niks van zijn sterkte en verloren. Zo. Veel plezier nog met het lezen van stripverhalen en tot de volgende keer. Oh, die zie ik.